De maand februari. Precies halverwege de maand hebben we altijd Valentijnsdag. Zit je al lang in een relatie, dan moet je daar zeker even iets aan doen. Is het een nieuwe liefde, dan is dat een speciaal moment. Maar uiteraard de commerciële partijen zullen u daar helpen aan herinneren, want wat een commerciële dag. Maar toch, Valentijn. Saint Valentin zeggen ze. In de zuidelijke landen. Valentijn moeten we misschien wel in februari zo gaan eren als een liefde. Een liefde als een allesbeslissend element in onze samenleving en in onze samenwerkingen. En zoals de oude Grieken al verschillende soorten liefde hadden: de filijn van de vriendschap of de eros van de erotiek. Maar wat dacht u van de agape? Eigenlijk de allesomvattende liefde maar waarmee we maar alles zouden moeten doen, van waaruit we handelen. Ja, geloof en hoop is wel leuk, maar wat ben je eigenlijk zonder de liefde? Dus ondernemen, samenwerken, uh, ouderen, vluchtelingen, de zieken, de zorg. Al die dingen mogen helemaal omarmd worden door de liefde. En wij in de Nieuwe Poort doen dat met Valentijnsdag voor je het weet heb je een date want juppen onder de 30 nemen ouderen boven de nou laten we maar geen getal noemen fijn op date en wat wordt dat weer een spektakel geloof hoop en heel veel liefde in februari